Ik neem deze dingen al mee. Goedemorgen, collega's. Ik heb hier vandaag deze werkplek ingenomen. Ik heb mij een beetje afgezonderd van de collega's op het eiland, omdat ik toch vandaag een aantal complexere en ook zeer dringende dossiers moet doen. Ik kan hier dan in alle rust mijn dossiers afwerken, mijn dossiers bekijken en behandelen. Binnen 2 weken is het eindelijk zover, onze verhuis naar Aalst. Het gaat wel een beetje raar doen, want natuurlijk ben ik hier al zoveel jaar gewoond in Brussel. Maar uiteindelijk, volgens mij gaat dat wel lukken als de nieuwe collega's ook een beetje welwillend zijn en wij ook. Het gaat allemaal wel in orde komen. Vanaf 1 mei ga ik dus naar Aalst. Voor mij een volledige nieuwe verandering. Dus mijn werk blijft hetzelfde, want ik neem mijn taken mee. Maar mijn collega's, allemaal nieuwe collega's ga ik er ontmoeten. Het is wel een beetje nieuw. Ik weet niet wat er mij gaat te wachten staan, maar ik hoop dat ze allemaal meevallen. Weet je dan nog, over 2 jaar dat ik hier dus begonnen ben, ik had geen pc, ik had niks, ik had geen schrijfgerief. Maar na enkele weken is dat toch in orde gekomen. In het begin was het wel een beetje aanpassen, anders werken. Maar het is ook wel een groot voordeel. Alle medewerkers zitten samen en ook de celhoofden zitten bijeen. We hebben wel een zeer goede band samen en we doen ook veel activiteiten. Het is mijn verlofblad, zoals je dat zou willen tekenen. Meer onder ons. Ja, wat hier ook een heel groot voordeel is, dat is de glijdende werktijden. Dus je kan beginnen tussen 8:30 en 9:15 morgens. Naar huis gaan tussen 4:00 en 6:30 s'avonds. S'middags kan je dan kiezen als je genoeg overuren staan hebt om een keer 2 uur buiten te gaan of gewoon niet en hier je boterhammen aan het bureau op te eten. Peter, kan je even komen voor een dossier? Heb je een ander dossier nu? Nee, ik zet mij dat dossier van die concessie. Uh-huh. Dus dat is een afbraakje geweest en dat is een concessie die eigenlijk stopgezet is op einddatum van het contract. Ja, ja, ik wens aan iedereen hartelijk welkom binnen de Vlaamse gemeenschap. Jullie hebben al een goed beeld gehad hoe dat de zaken hier aan bod komen. Hoe dat er wordt gewerkt, anders werken. Dat gaan we ook vanaf 1 september toepassen. En ik hoop samen met jullie de onroerende voorleving terug op de rails te krijgen. En dat we er een mooi project kunnen van maken.